Vandaag in Gaanderijen, carnavalsoptocht, jury. Ja. En je bent voorzitter. Wat is het thema dit jaar? Kunst en vliegwerk. Kunst en vliegwerk. En hoe gaan jullie jureren? Met een paar, even kijken, motto, uitstraling, kleding, originaliteit, creativiteit, afwerking en dat was het. Totaal. Maar nu zie ik een biertje op tafel. Denk je dat dat... Dat is pas de eerste, maar tegen de tijd dat ze voorbij zijn geweest? Nou, zitten we net aan de tweede. Ja, want ik moet teruglopen het hele eind. Kun je uitleggen waarom je zo gekleed bent? Nou, dat is naar het thema, hè. Kunst en vliegwerk. En ik ben een beetje meer van de kunst. Hoe vaak heb je dit al gedaan? Dit is voor de eerste keer, dus ik ben heel benieuwd hoe het loopt. En het lijkt me heel leuk wel om te doen. En heb je van tevoren een beetje een cursus erover gehad of ga je gewoon blank erin? Nee, we gaan gewoon blank erin en gewoon kijken of, hoe de karren zijn, of ze mooi gemaakt zijn en een beetje punten geven. Kunt u vertellen wat u hier doet? Nou, ik moet iedere wagen tegenhouden en even vragen wat voor nummers ze hebben en of ze die kar zelf gemaakt hebben of gehuurd hebben en dat soort dingen. Hey. En of ze uit Zomwijk komen of uit een andere... Uit Zoetermeer of Berkel. Als ze aankomen, dan laat ik ze stoppen. En dan vraag ik welk nummer ze hebben. En dat geef ik door aan de jury en stel een paar vraagjes. En dan doe ik weer zo. En dan kunnen ze weer doorrijden. Hoi, wie zijn jullie? De Komers. Komen jullie vandaan? Ik ben Dino. Ben jij de prins? Nee. De prins. Ja. Ik ben Dieter. Cheert. Wij zijn beelden en wij staan voor kunst. Wij zijn alleen levende beelden. Ja, en waar komen jullie vandaan? Wij komen hier uit Stombijk vandaan, uit Gaanderijen. En welke groep zijn jullie? Schred naar Ed. En dat is, als je het omdraait, de Gaanders. Geweldig. Hey, en hoe lang hebben jullie hierover gedaan? 55 liter latex. Zo lang hebben we erover gedaan. Ja. Geweldig, veel plezier. Dankjewel. Wie zijn jullie? De oud-prins en de oude. En hoe heten jullie nu? De opvliegers. Heeft dat te maken met je eigen opvliegers? Vul het in zoals je wil. De vliegers. Kijk maar hoe we de vliegers gaan. Ja. Wat zeg je? We zijn eerst rupsjes en daarna vliegen we op. Dus we zijn de opvliegers. Jullie zien er geweldig uit. Dankjewel. Wij zijn de vliegende tapijten. Ik zie het nu. Geweldig. Ja, een soort Aladdin. En waar komen jullie vandaan? Ook uit Stompwijk? Ja, zeker. En van, zijn jullie van een buurtschap? Nee, we zijn een soort vriendengroep. Dat is. En hoe lang hebben jullie hierover gedaan? Anderhalve middag. Wat goed. Heel veel plezier. Dankjewel. Jullie ook. Hoe hebben jullie dit gemaakt? We hebben kartonnen frame. En dan heb je van die plastic buis eronder. Die hebben we allemaal met tijripjes aan elkaar gevestigd. En daaronder hebben we gewoon een doek vastgemaakt. En daarboven dit doek als tapijt dan. Met dan de netbenen. Ja, dan heb je eigenlijk compleet. IJzer wat je het haar zuigt. Kijk de wereld in een rond. Het is in begin van april, de bloempjes komen uit de grond. Je hebt pijn in je schouder, van pak papier dat je... Hallo, wat zijn jullie? Wat wij zijn, kijk! Een blote dame?
Met weinig spullen hebben we iets moois in elkaar gezet voor jullie. Ja. En jullie zijn dus gewoon een badeentje? Wij zijn de badeentjes, ja. Dankjewel. Juist. Dankjewel. Ja. Aan de hand heb je een meisje, daar cadeautjes en je vraagt. Oh, meerdere nacht, als jij dan ligt hier op mij. Mijn Stompijk. En wat zijn jullie nu? Wij zijn vliegende vrienden met een tintje Delft Blauw. Oh. Ja. En vandaag, dit heeft te maken met kunst en vliegwerk dan? Kunst en vliegwerk. Natuurlijk een beetje vliegwerk was vliegende vrienden van Stompijk. En Delft Blauw is kunst natuurlijk. Ja. Zijn we alles een beetje. Alles ja, een beetje. Ja, heel goed. Ja, ja, ja. Veel plezier. Ja, dankjewel. Okay. Komt ie. Wat doet u? Wij zijn van de ijsclub en wij dragen uit dat wij met een pepmiddel, dat komt zo langs, veel over het ijs vliegen. Ja. Ook over kunstijs, dus vlieg, kunst en vliegwerk. Vooral dat. Goed bedacht. Ja. Huh? Goed bedacht. Ja, ja, ja. Dat hebben wij niet bedacht hoor. Wij zijn bij de directeur, dus wij denken niet zoveel. Daar hebben jullie je mensen voor. Wij cashen alleen maar. We zijn niet belangrijk, maar we hebben toch weinig te zeggen. Ja. Dus, als je maar lekker kan drinken, toch? Nou, nee, daar gaat het niet om hoor. Nee, het gaat echt om de lol. Wij zijn, we hebben kunst. En we zijn vliegeniers, hè. Dus dit is niet echt? Nee. Ja. Nee. Dat is kunst. Het is kunst. Allemaal kunst. Kunst. En vliegwerk. Ja, kunstieten en vliegwerk. Mooi. Wie heeft het bedacht? Ja, ik probeer een beetje in evenwicht te houden. Het valt niet mee zo, hè. Is het moeilijk? Ja, het is heel moeilijk met die wind. Wat is dit? Nou, wij zijn ZZ en we hebben scooters van Miescoot. Maar we hebben Willem Holleder te pakken. Heel goed. Hij was op een kunstroof. En op heterdaad hebben we hem in de kuif gepikt. En hij zit achter in het autootje. En we gaan hem namens de dienst justitiële inrichtingen gaan we hem wegbrengen. En de eis is, dat hebben we gisteren gehoord, levenslang. Wij zijn de astronauten die op een missie zijn. Ik zie het nu. Ja. Oh, wow. En wat ben jij? Ja, ook astronaut. En wat heb je in je hand? Dat is een spacezwaard. Oh, we moeten een dansje doen bij de jury. Ga je gang. Hou. Wij zijn Asterix en Obelix. En wat heeft dat te maken met kunst en vliegwerk? Wij zijn de vliegende kunstwerken. Wij draaien het thema om. Dus? Dus wij hebben Asterix en Obelix en de vliegende kunstwerken. Geweldig. Het is hier zo gezellig, mensen. Oh, het is genieten. Ja toch? Maak er een mooi dagje van. Hallo, wat zijn jullie? We zijn Aladdin en het vliegend tapijt. En waar komen jullie vandaan? Uit Stompijk natuurlijk. Gaan zijn jullie een bepaalde groep uit Stompijk? Nee hoor, maar ik ben de zus van de page, Jolanda de Winter. Oh, dus, ja. Extra leuk natuurlijk. Ja. En waarom zijn jullie, hebben jullie hiervoor gekozen? Nou, wat het kunst en vliegwerk, dacht ik nou, het vliegend tapijt. Daarom. Hey!
zijn op de Dokter van Noordstraat en we gaan richting de fles. Maar wie zijn jullie? Wij zijn de Oud-Prinsen. Hoeveel zijn er? Ja, 45 min 9 die we nooit meer zien en min 6 die dood zijn. Dan houden we er nog 32 over. Oké, okay. Hey. En waarom... Wat vind je van het thema dit jaar? Kunst en vliegwerk. Ja, dat is het altijd. Dat is het altijd, ja. Wie zijn wij? De Flying Tigers. De Boegtijgers. Dat kan ik wel merken als ik hier binnen kijk. Ja, toch? Ja. Ja. En wat is dit? Ja, dit is onze microfoon. Daar zingen we al carnavalshitsen. Toch? En wil je mij wat vragen met die microfoon? Ja, wij willen weten hoe u het ervaart. Ik vind het geweldig. Ja? Ik vind het echt geweldig. Goed zo. Heel veel plezier. Goed zo, dankjewel. Wij zijn van de Vliegende Hollanders. En waarom de Vliegende Hollanders? Ja, kunst en vliegwerk. Nou ja, Holland zijn is een kunst. En we vliegen. Ja, en kom je uit Sombijk? Ja, wij komen uit Sombijk met de groep. Ik heb een toeter op mijn waterscooter. Nou, mijn toeter, ik ga ja. Ik heb een toeter op mijn waterscooter. Nou, mijn toeter, ik ga elke vrouw. Wat zijn wij? Een vliegende bus. Een vliegende bus. Oh, wat goed. Maar ik zie ook bepaalde kleuren. Ja, in de mond hier aan kleuren. Jullie? Day of the Dead. Wow. Eer betoon aan alle overledenen. En wat heeft het met kunst en vliegwerk te maken? Nou, wij zijn de kunst. En het vliegwerk staat bovenop. Het is van de kunst of kiets is het. En nou, dit hebben wij als kunst gekozen. En jij hebt dat bedacht? Nee, met z'n allen. Met 12, 14 vrienden. Jullie zijn gewoon een vriendenclub? Ja, klopt. En hier uit Stompwijk? Ja. Goed. Ja, zeker, zeker. Gegaan. Moeilijk, zwaar, lastig. Ja, ik zal niet stiekem kijken. We houden een strikt geheim. We gaan zo meteen in. Samen gaan we in een dichte gebouw. Gaan we helemaal zitten rekenen zo. Optellen, ja. Stemmen, kijken wat het wordt. En jouw eerste keer, hoe vond je het? Heel erg leuk, ja. Heel leuk om al die karren langs te zien komen. En wel lastig hoor. Ja. Vind je dat het een beetje geslaagd is met kunst en vliegwerk? Ik vond zeker dat er wagens bij zaten die het thema voldeden, ja.